Hoi, ik ben Haroon, ik ben 17 jaar en ik mag dankzij Rabobank Passie een dagje meelopen hier bij Baller. Demi en Zoe gaat mij vandaag rondleiden, dus laten we snel naar binnen gaan, want het is koud. I just like the sound. Hey, alles goed? Ja, welkom. Demi, welkom bij Baller. Ik ben Demi de Zeeuw. Vandaag zijn we op het hoofdkantoor van Baller. Baller is eigenlijk een merk gebaseerd op mijn leven. Een luxury lifestyle merk voor voetballers. En nu zijn we ook wel meer naar basketballers, naar zakenmannen, bloggers, DJ's. En ja, het gaat meer om de luxury lifestyle. Hoe ben je op het merk Baller gekomen? Ik voetbalde in Rusland. Ineens stonden we met 15, 20 Louis Vuitton koffers voor mijn neus. Toen dacht ik van, ja, daar moet ik een keer zelf wat mee doen. En ik was zelf altijd al heel erg bezig met fashion en kleding. En ja, toen begon het eigenlijk een beetje te kriebelen. Van ik dacht, nou, als ik stop met voetbal, dan wil ik echt iets voor mezelf gaan doen. En toen ontmoette ik mijn twee partners eigenlijk. En toen zijn we eigenlijk Baller begonnen met t-shirts. Eerst met voetballers hun achternaam achter op de rug. Dat ging heel erg goed. En toen kreeg ik een brief van Nike en Adidas dat we niet meer die namen van voetballers mochten gebruiken. En toen begonnen we gewoon Baller op het shirt te drukken en dat ging ineens ook goed verkopen. Wat voor opleiding moet je hebben om dan bijvoorbeeld te kunnen werken bij Baller? Er werken hier nu 5 jongens. Die waren gewoon op Instagram deze toffe dingen. En toen zei ik van ja, kom je alsjeblieft bij ons werken, want je doet gewoon iets tofs. En ja, we hebben zoveel vacatures uitstaan en dan gaat het via een HR afdeling. Ja, dan hebben ze natuurlijk allemaal diploma's en werkervaring, maar dan heb ik vaak niet het gevoel, oké, jij bent echt wat ik zoek in het merk. Dus voor mij is het belangrijker dat iemand echt passie heeft en gevoel voor het merk, dan dat hij hele goede diploma's heeft. Heb je verwacht, zeg maar, dat je zo ver zou komen toen je, zeg maar, nog voetbalde? Nee, eigenlijk niet. Dat is ook een beetje een gok die je neemt. En ja, met het team wat ik heb gaat het gewoon heel erg goed. En ja, we zijn nu bezig om nog harder en nog groter te groeien door een investeringsronde te doen. En dan gaan we internationaal nog harder groeien. Ja. Hoe ziet een werkdag eruit? Dus hoe laat begin je en hoe laat eindig je? Want ik ben eigenlijk altijd aan het werk en eigenlijk ook altijd weer niet. Omdat wat ik doe is heel erg leuk en soms ben ik bezig op Instagram en dan begin ik 's morgens vroeg als ik wakker word en ik stop pas om 1 of 2 uur 's nachts. En dan heb ik gesprekken met 2 andere partners en dan bespreken wat we gaan doen deze week. Of dan ga ik meestal zitten met de designer, die zit er beneden, of met degene van PR, dat ik interviews moet doen of dat ik iemand zoals jou op bezoek heb. Nee, je bent hier niet alleen om vragen te stellen aan mij, je ziet hier achter een hele hoop sneakers. Die zullen wij de 24e lanceren in de winkel en we willen graag een rij voor onze winkel hebben. En om een rij te krijgen moet je iets speciaals, limited edition of iets weggeven. En nu willen we eigenlijk van deze sneakers, willen we eigenlijk een t-shirt aan mensen geven, de eerste 50 klanten, die de sneakers kopen. En daarvoor hebben we eigenlijk nog geen design en dat zoeken we eigenlijk wel. Is het moeilijk? Moet ik even over nadenken. Zeg maar de 6 hoeken van waar Baller ook wel een beetje onbekend staat en die worden dan zeg maar in het t-shirt verwerkt en ze worden niet zeg maar allemaal op een rijtje gezet, maar dan wordt ze wel zeg maar dat je eentje hoog, eentje iets lager en dan weer wat hoger, wat lager. Het allerbelangrijkste wat ik al zie wat hij nu heeft gedaan is dat hij het logo, zeg maar het belangrijkste van je bedrijf, het beeldmerk, dat je dat nu uit elkaar haalt. Voor het beginnend merk is het belangrijk dat het logo zoals zeg maar daar uitzet, dat dit altijd goed staat. En als je nog zo jong merk bent, dan moet je eigenlijk heel strikt aan je logo. Je zal het ook zien bij ons logo, is nog nooit anders geweest als dit. Het is nooit C-letters of andere lettertype. Ja. Dan denken mensen, hé, dat klopt niet helemaal. Ja, dat is leuk. Misschien is kledingontwerpen niet iets voor mij. Ik bedoel, ik heb het geprobeerd. Ik denk belangrijk dat je in ieder geval weet dat je geen designer wil worden. Nee. Dat is wel weer een kaartje wegstreven. Wel iets in de bedrijfseconomie, maar... Ja, misschien marketeer dat het wel leuk is. Dank. Nou, graag gedaan. Gaf naar mijn zin, dus... Nou, leuk. Ja, ik heb het heel erg leuk gehad vandaag, dus ik heb geprobeerd om iets te ontwerpen. Ja, dat is een beetje mislukt. Wil je ook kans maken op een toffe stage als dit? Check dan rabobank.nl/passie.